Paralene Events hield vandaag in het kader van Internationale Vrouwendag de Para Uma Day. Dit gebeurde aan de Koppieweg. Het doel was om samen met de vrouwen van het district een gezellige, maar vooral educatieve dag te hebben. De organisatie vindt namelijk dat er vrij weinig recreatieactiviteiten worden gehouden in het district. En door de huidige economische situatie hebben mensen ook niet zoveel meer om te besteden, zegt Marita Grant, voorzitter van Paralene Events. Een leuke activiteit is daarom dus meer dan welkom. Onder meer werd er een communicatietraining verzorgd door Emmy Hart. Er is een voorlichtingssessie over kanker gehouden door Stichting Lobby. En Hilly Arduin verzorgde het onderdeel Storytelling. Verder was er een mini-beurs waar plaatselijke vrouwelijke ondernemers hun producten hebben gepromoot. Al met al hebben de vrouwen van Para een leuke dag gehad, geeft Paralene Events aan. Ha ha.